Goedemorgen, dames en heren. Zeer gewaardeerde gasten. Ik zeg nog net niet erbij goedemorgen jongens en meisjes. Dat zou wat beledigend zijn voor voornamelijk studenten die er zijn in de groep jonge mensen. Maar we zijn wel heel erg blij dat er ook veel jonge mensen tussen de iets ouderen zoals ik zelf hier vanochtend zitten. Heel hartelijk welkom. En ik doe dat namens het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen, waarover zo dadelijk iets meer. En ik doe dat staande achter het nieuwe logo, waar we heel erg trots op zijn. Ik zie de bewonderende blikken van de generaal de Veer naar het logo. En daar heeft u groot gelijk in, dat u zo bewonderend kijkt. Dames en heren, werd... gisteren, zeg ik in overdachtelijke zin, nog gesproken over de War on Terror, de oorlog tegen het terrorisme. En niet alleen gesproken, had die de allerhoogste prioriteit. Vandaag lijkt opeens weer de oude geopolitieke machtsstrijd terug in de wereld. Naties tegen naties, landen tegen landen, Rusland, Oekraïne, we weten het allemaal. Blokken tegen blokken. En dat terwijl we dit jaar ook stilstaan bij de val van de muur 25 jaar geleden. Terwijl we dat doen lijkt in zekere zin, laat ik niet overdrijven, maar lijkt in zekere zin het ijzeren gordijn terug te keren. En tegelijkertijd is die oorlog tegen het terrorisme natuurlijk ook nog steeds van het allergrootste belang. We dachten een tijd lang, velen dachten een tijd lang, dat de NAVO haar betekenis aan het verliezen was. En nu kan helaas niet meer worden uitgesloten dat een lid van de NAVO zichzelf zou moeten gaan beroepen op artikel 5. Het artikel, u weet het alle, waarin staat dat een aanval op één van de leden van de verdragsorganisatie moet worden gezien als een aanval op allen. Ook is de discussie over de hoogte van de defensieuitgaven terug. Ik zeg uitdrukkelijk voor persoonlijke titel dat ik het een, ja, wat wrang klinkt het, goed bijverschijnsel van wat er nu gebeurt vind. Dat in ieder geval die discussie, de vraag of er meer aan defensie moet worden uitgegeven, dat weer op de agenda staat, zeg ik nogmaals persoonlijk. Vreesden we bedreigingen eerst vooral binnen onze grenzen door terreuraanslagen, die war on terror. Nu zien we het dus ook weer van buiten komen. En ja, dat alles toont maar aan hoe betrekkelijk veiligheid is, hoe betrekkelijk stabiliteit is, hoe kwetsbaar vrede en vrijheid zijn. Tegen die achtergrond, dames en heren, heet ik u nogmaals heel hartelijk welkom bij het Nationale Vrijheidsdebat 2014. En natuurlijk een zeer hartelijk welkom en een bijzonder hartelijk welkom aan onze sprekers van vandaag. Mevrouw Sophie Intveld, mevrouw Bibi van Ginkel en schout bij nacht Pieter Wind. En de verdere, uiteraard wat uitgebreidere introductie van onze sprekers, voor zover dat nodig is, laat ik graag over aan onze zeer gewaardeerde, langzamerhand vaste, traditionele dagvoorzitter, professor Georg Vrijks, die ik ook heel hartelijk welkom heet. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Stabiliteit en veiligheid zijn betrekkelijk. Ik had het er al over. En in dit verband worden verschillende middelen ingezet om dat doel, het doel van het leven in vrijheid en het leven in een veilige wereld, om dat doel te bereiken. Maar dan kunnen opeens vrijheid en veiligheid ook elkaars tegengestelde worden. Ogenschijnlijk of in werkelijkheid. Door nieuwe technologieën, door nieuwe vormen van communicatie, is het gevaar, bestaat de kans, dat die tegenstelling tussen vrijheid, veiligheid, individuele vrijheid, collectieve veiligheid, privacy, dat die tegenstellingen steeds groter worden. Dat is, zoals u weet, thema van ons symposium van vandaag. Zoals u waarschijnlijk ook weet, zijn 1 januari jongstleden de Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945.
het comité 4 en 5 mei Wageningen en de stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld samengegaan, met elkaar gefuseerd. En de drie besturen van die organisaties, stichtingen, die nu dus in één zijn opgegaan, zijn daar buitengewoon blij mee. En vanaf deze plaats wil ik een ieder bedanken, want zoiets gaat niet vanzelf, een ieder bedanken die zich daar zeer voor heeft ingezet. En ik wil één naam daarbij noemen van iemand die zich buitengewoon heeft ingezet in dat hele fusiegesprek. En dat doe ik velen onrecht. Ik kijk nu iemand aan die ik onrecht ga doen, Jan Willem. En degene die ik noem is de vicevoorzitter, generaal-majoor buitendienst, Marcel van den Broek. Die meer vliegkilometers tussen de Bollestreek en Wageningen heeft gemaakt dan ooit in de geschiedenis van de organisaties zijn gemaakt. Hartstikke bedankt daarvoor. Naast het herdenken van de bevrijding en het vieren van onze vrijheid op 4 en 5 mei zien we het als nieuwe organisatie, als onze opgave om thema's vrede, vrijheid, veiligheid, mensenrechten, democratie ook het hele jaar, dus niet alleen op 4 en 5 mei, natuurlijk ook en vooral op 4 en 5 mei zoals we hier bij elkaar zitten, maar niet alleen op die twee dagen op de agenda te blijven zetten en te blijven bijdragen aan de bewustwording en de waarde van dat alles, van al die thema's. En we hechten aan goed onderwijs en onderzoek naar die thema's en werken daarbij heel graag samen met verschillende partners buiten Wageningen en in Wageningen, zoals de Wageningen Universiteit. U kunt van ons een groot aantal activiteiten verwachten, zoals de al bekende lezingen in het Hotel de Wereld, maar ook andere symposia, conferenties en activiteiten door het jaar heen. Van ouds, zeg ik tenslotte, blijft dit symposium op 5 mei de plaats waar we een verbinden proberen te leggen tussen het politieke, het militaire en het civiele, om het zo te zeggen. De opgave van de toekomst moeten we met elkaar en niet in vakjes, in hokjes, in sectoren, maar met elkaar aangaan en oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat het debat vanochtend, de inleidingen daaraan een bijdrage zullen gaan leveren. Aansluitend aan het symposium zal luitenant-generaal buitendienst Kees de Veer als voorzitter van de jury de Paul Tenzenprijs uitreiken. Daar ga ik natuurlijk niets over zeggen nu. Dat is straks aan de generaal buitendienst, zittend naast mevrouw Tenzen. Een bijzonder welkom voor u trouwens. Ik dank u nogmaals voor uw komst. Ik heet u nogmaals welkom. Ik wens u een mooie en inspirerende ochtend toe. En ik geef graag het woord aan George Franks. Dank u wel, meneer Wijsglas. Dames en heren, ik ben heel blij dat u er allemaal bent in een hele grote getale vandaag. Meer veiligheid, minder vrijheid, vraagtekens, privacy als wisselgeld, vraagteken. Ja, vrijheid en veiligheid kunnen op verschillende manieren op elkaar inspelen. Zo kan het opvoeren van veiligheid op het ene terrein de veiligheid en de privacy op een ander terrein beperken. Of juist ook stimuleren. De vrijheid van de een kan ten koste gaan van die van een ander. In dit debat concentreren we ons hoe het streven naar alsmaar meer veiligheid inwerkt op onze vrijheid. Het dilemma veiligheid-vrijheid kan misschien wel als volgt onder woorden worden gebracht. Hoe meer veiligheid, hoe minder vrijheid en omgekeerd. In ons eigen land dulden we allerlei maatregelen die in wezen een inbreuk op onze veiligheid betekenen. Denk bijvoorbeeld, daar worden we erg geïrriteerd van, aan die talloze controles waaraan we ons moeten onderwerpen voordat we een vliegtuig kunnen instappen. Overal in de openbare ruimte hangen tegenwoordig camera's die ons doen en laten bespieden. Recent is gebleken dat ons bankverkeer
onze telefoontjes en ons internet wellicht ook stelselmatig worden nageplozen. Niet omdat een rechter daartoe opdracht heeft gegeven op basis van een vermoeden van een ernstig misdrijf, maar omdat dit kennelijk routinematig gebeurt en ook nog eens, althans als dat waar is, door buitenlandse veiligheidsdiensten. Zo schijnen ook de gebouwen van de Europese Unie langdurig te zijn afgeluisterd, is door een naburig land ingebroken op een Belgische internetprovider en luisteren buitenlandse diensten mee met de gesprekken van diverse wereldleiders. En in dit soort gevallen vormt het streven naar veiligheid en het verijdelen van al dan niet vermeende dreigingen in zekere mate een aanslag op onze vrijheid. Onze vrijheid te grabbel. En zijn de gebruikelijke waarborgen niet zeggend geworden, of valt dit eigenlijk wel mee? Moeten we protesteren dat uit naam in veiligheid deze inbreuken op onze vrijheden en privacy moeten worden gemaakt? Of moeten we dit gewoonweg accepteren als noodzakelijk in het huidige tijdsgewricht van technologie en niet morren over een beetje minder privacy? Maar wanneer keert de wal het schip? Of ligt de oplossing in meer transparantie en legitimiteit van de besluitvorming, een betere regulering en meer verantwoording door en toezicht op de diensten die verantwoordelijk zijn voor dit soort surveillance en controles? Dat zijn de thema's, dames en heren, die vandaag aan de orde zijn. En ik ben heel blij met onze sprekers vandaag, mevrouw in het veld, mevrouw van Ginkel en schout bij nacht, Pint. Ik hoop dat u een heel interessant debat zal hebben vandaag. En ik ga snel over tot de orde van de dag. En nodig graag als eerste mevrouw in het veld uit om haar bijdrage te leveren. Ja, goedemorgen allemaal. Het is me een eer en een genoegen om u hier hedenmorgen toe te mogen spreken over het thema meer veiligheid, minder vrijheid, privacy als wisselgeld, vraagteken. Een aantal jaren geleden maakte ik eens een praatje bij een kop koffie met een Roemeense collega van mij. Het was me opgevallen dat ze in het parlement nooit het woord nam. En haar zwijgzaamheid vond ik eigenaardig, want parlementariërs willen doorgaans niet liever dan het woord voeren en zo lang mogelijk. Ze vertelde me toen hoe ze was opgegroeid onder het bewind van Ceausescu en hoe in haar studententijd zwijgzaamheid een tweede natuur was geworden. Zwijgen en nooit of te nimmer laten blijken dat je ergens een mening over hebt, dat was haar overlevingsstrategie. Niemand was te vertrouwen, ook je vrienden niet. Dus babbelde je over koetjes en kalfjes. Telefoons konden worden afgeluisterd. Dus zei je nooit iets wezenlijks over de telefoon. Kranten lezen kon duiden op het hebben van politieke opvattingen, dus dat deed je ook maar beter niet. En ze was droevig dat ze, nu ze eindelijk de kans had haar mening hardop te zeggen, ze het eigenlijk niet meer kon opbrengen. Ik was geraakt door dat persoonlijke verhaal, maar het onderstreept ook perfect dat het recht op privacy en de kwaliteit van onze democratie wezenlijk met elkaar zijn verbonden. En als we het over privacy hebben, dan doen we wel eens een beetje achterloos, alsof het over een soort abstracte kwestie gaat. Ja, weet je, alleen een beetje overgevoelige wereldvreemde typjes en complotdenkers die maken zich in studeerkamers druk over zoiets onnozels als de schending van de privacy. Volstrekt doorgeschoten bescherming van de grondrechten. Dat is de teneur. Maar dat is een misvatting. Privacy gaat over vrijheid, democratie en de rechtsstaat. Zaken die ons allemaal dicht aan het hart liggen en waarvoor wij allemaal opkomen. Privacy gaat over het recht op vrije meningsuiting, over vrijheid van de pers, over gelijke rechten en gelijke behandeling. Want het is een rechtstreekse aantasting van het weefsel van onze democratie als journalisten niet meer vrijelijk met een bron kunnen communiceren zonder angst te worden afgeluisterd.
Als advocaten niet meer zeker kunnen zijn van de vertrouwelijkheid van hun contact met cliënten of artsen met hun patiënten. Als politici zich niet meer durven uitspreken, omdat ze vrezen dat politieke tegenstanders gevoelige informatie over hen hebben. Als andersdenkenden, zij die afwijken van de norm, en de norm wordt steeds vaker vastgesteld door profiling, wordt er een norm gemaakt en als je daarvan afwijkt, dan ben je al snel verdacht. En slechts weinigen van ons kunnen zich voorstellen dat hun handel en wandel op enige belangstelling van de autoriteiten kan rekenen. We wanen ons veilig en onbespied, zeker in ons eigen huis. Alle informatie van burgers opslaan, dat doen toch alleen enge regimes in landen ver weg. Toch zeker niet wij, fatsoenlijke en verlichte democraten. Maar onder de oppervlakte verandert er wel degelijk iets in de samenleving. Ergens knaagt er iets. Helemaal zeker zijn we er niet van dat we veilig zijn. Dat we ons anoniem en vrij over het internet kunnen bewegen. En dat onze telefoongesprekken en sms-berichtjes vervluchtigen zodra we ze de ether in hebben gestuurd. Dat er geen spionnen in de regenjassen door de cyberspace waren die al onze bewegingen gadeslaan, registreren en ingrijpen als ze dat nodig achten. Het is juist die onzekerheid of we wel of niet worden gadegeslagen. En dat is ook de essentie van 1984 natuurlijk, Big Brother. Het niet weten wat er allemaal wordt geobserveerd. Maar steeds meer mensen, en zeker mensen met een publieke of maatschappelijke rol, zijn terughoudend geworden met communiceren. Ze vertrouwen niet meer al hun gedachten toe aan de e-mail en ze letten op hun woorden tijdens een telefoongesprek. Mensen zijn zich ervan bewust dat hun bewegingen en handelingen kunnen worden gadegeslagen en besluiten zich dan maar terughoudend op te stellen. En dat is wat we noemen het chilling effect. Want het is helemaal niet nodig dat de overheid misbruik maakt van gegevens of dat het eens een keertje dramatisch verkeerd gaat. Mensen plegen zelfcensuur en passen hun gedrag aan. Ze worden geconditioneerd. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Snelheidscontroles kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan lagere snelheden op de weg en dus meer veiligheid. Maar als we het gevoel hebben dat we niet meer vrijuit kunnen spreken, dat het riskant is om af te wijken van de norm, dan bevinden we ons op een hellend vlak. En niet alleen omdat het voor het betreffende individu onaangenaam is, maar omdat de gezonde democratische samenleving bestaat bij de gratie van oppositie, tegenmacht, kritiek en dissonanten. Burgers moeten onbekommerd kritisch kunnen zijn. Journalisten moeten de macht ongehinderd kunnen doorlichten. Oppositie en activisten moeten onbeperkt hun mening kunnen ventileren, ook als die radicaal en vreemd is. Ik vind de term radicaliseren altijd een beetje merkwaardig. Want je mag radicale opvattingen hebben. Je mag ze niet met geweld opleggen, dat is wat anders. Maar radicaliseren is een rare term. Het betekent dat mensen vanwege hun opvattingen ineens als een dreiging worden gezien. Een vitale democratie zorgt dat alle macht een tegenmacht krijgt. Checks en balances zijn de kern van democratie. En als we op het punt zijn gekomen dat mensen moeten rechtvaardigen waarom overheid en bedrijven niet toegang mogen krijgen tot de meest persoonlijke informatie, is er iets grondig mis in de verhouding tussen burger en overheid. In een democratie is het precies andersom. Moet de overheid de noodzaak van het bespieden onderbouwen. Privacy is een fundamenteel recht van burgers. Niet een gunst van de overheid. Elke inbreuk op dat recht moet tot het absolute minimum worden beperkt. De inbreuk moet noodzakelijk zijn en de maatregel moet toetsbaar zijn. Maar in de laatste jaren is de machtsbalans tussen burger en overheid volkomen scheef gegroeid. Alle burgers worden beschouwd als een potentieel risico. Als het niet vandaag is, dan bent u morgen wel een risico. En dus is verregaande inbreuk op de privacy geoorloofd. Zo redeneren de autoriteiten. En daarbij wordt het argument staatsveiligheid steeds vaker van stal gehaald en steeds breder toegepast om de normale wettelijke en grondwettelijke safeguards te omzeilen. En het viel me in dat verband op dat meneer Wijsglas in de introductie sprak van de oorlog tegen terreur. Ik vind dat altijd
een hele riskante term. Strijd tegen terreur, ja, maar toch gewoon met normale democratische middelen. Er is geen oorlogsrecht. Dus de keuze destijds door Bush voor de term war on terror was niet toevallig. Want dat betekent dat er ook andere wettelijke normen worden toegepast. Dus die term staatsveiligheid wordt steeds breder toegepast om de normale wettelijke en grondwettelijke safeguards te omzeilen. En eerst was de staatsveiligheid alleen in het geding in het geval van een grote terroristische dreiging. Maar steeds vaker zien we dat ook dissidenten, klokkenluiders en activisten worden bestempeld tot een bedreiging van de staatsveiligheid. Dat is een neerwaartse spiraal. Het begrip staatsveiligheid wordt steeds verder opgerekt en daardoor vallen steeds meer burgers onder de definitie, waardoor weer nieuwe maatregelen genomen moeten worden, want er zijn meer risico's enzovoort. En inmiddels wordt staatsveiligheid niet meer alleen gebruikt voor situaties die het eigen land betreffen en waarmee het toepassingsgebied van de eigen nationale wetten wordt beperkt. Maar staatsveiligheid is een algemeen begrip geworden dat kan verwijzen naar dreiging van uiteenlopende aard in een willekeurig land. Zo hebben we strakke Europese wetten voor privacybescherming met een uitzonderingsclausule voor staatsveiligheid. Dat is normaal. Maar die clausule wordt ook toegepast. He, dus wij hebben ook een uitzondering op onze Europese wetten als het gaat over de staatsveiligheid van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Rusland, Australië, Saoedi-Arabië of veel andere landen. Dat vind ik toch eigenaardig. Ik vind dat als wij onze eigen wetten maken, dat we er ook vanuit mogen gaan dat we ook zelf bepalen wanneer een uitzondering van toepassing is. De bescherming van burgers tegen fouten, misbruik en willekeur door de overheid wordt steeds verder ondermijnd. Grote delen van overheidsbeleid zijn onzichtbaar voor de burger en hij kan het niet aan de kaak stellen. Zo zijn veel van de afluisterprogramma's geheim en gebaseerd op geheime wetten, betaald uit geheime budgetten en getoetst door geheime rechtbanken. Dat moet u even tot u door laten dringen. Geheime programma's op basis van geheime wetten, betaald met geheime budgetten, getoetst door geheime rechtbanken. En dit is het democratische Westen. Kan je nagaan hoe de rest eruit ziet. Onder het mom van terreurbestrijding zijn de bevoegdheden van de overheid drastisch uitgebreid. Anderzijds ontsnappen de activiteiten van geheime diensten steeds vaker aan democratische controle in een soort zone van wetteloosheid. Zelfs rechterlijke en constitutionele toetsing lijken niet meer helemaal effectief. Onlangs zette het Europese Hof van Justitie een dikke rode streep door programma's voor het grootschalig en langdurig opslaan voor metadata, de zogeheten richtlijn bewaarplicht. De rechter was van oordeel dat het een ongeoorloofde inbreuk op de privacy was en dat de noodzaak onvoldoende was aangetoond. Constitutionele hoven in Europa, waaronder ook dat van Karlsruhe, hadden eerder al vergelijkbare conclusies getrokken. Meer dan genoeg reden om de nationale wetten op bewaarplicht ogenblikkelijk nietig te verklaren. Maar diverse Europese regeringen, waaronder de Nederlandse, zien in het oordeel geen enkele aanleiding de bewaarplicht af te schaffen. Burgers blijven intussen merkwaardig stil. Als een kikker in een pan water die langzaam aan de kook wordt gebracht, blijven de burgers gewoon zitten. Na het bericht dat de Britse geheime dienst webcams van Yahoo-gebruikers op afstand inschakelt en de beelden opslaat, had ik eigenlijk verwacht dat de hel zou losbarsten. Daar is toch duidelijk een grens overschreden. Geheime diensten die letterlijk in onze slaapkamer meegluren en naar de dienst zelf toegeeft zonder enige aanleiding of verdenking. De meest intieme beelden van volstrekt onschuldige burgers worden ook nog eens een keer opgeslagen. Om redenen die voor mij volstrekt onduidelijk zijn. Als je al aangeeft dat er geen verdenking is, geen aanleiding is. Je filmt of je gebruikt filmbeelden van mensen in hun eigen huis. Waarom moeten die dan in hemelsnaam opgeslagen worden? En als hier geen grens is overschreden, wanneer dan wel? En wanneer gaan we de barricade op om onze vrijheid terug te eisen? Want als autoritaire machthebbers in andere werelddelen zoiets doen, veroordelen we dat op hoge toon als ondemocratisch en schending van de mensenrechten en de rechtsstaat. Als de Chinese regering haar onderdanen controleert, vinden we dat een schending van de mensenrechten. Maar als onze regering het doet, is het voor de veiligheid. Als een klokkenluider
afluisterpraktijken van de Chinese regering aan de kaak zou stellen, zouden we hem vermoedelijk tot held uitroepen en overladen met mensenrechtenprijzen. Als een klokkenluider het illegale afluisteren door de Amerikaanse regering aan het licht brengt, wordt hij als landverrader gezien en helpen we maar al te graag hem mee uit te leveren aan de ziedende Amerikanen. Hoe kunnen wij geloofwaardig autoritaire regimes veroordelen voor het monitoren en controleren van hun burgers als wij precies hetzelfde doen? Wat doet het met ons moreel gezag als wij zelf onze eigen normen van de democratie en de rechtsstatelijkheid niet respecteren? De grove inbreuken op onze privacy worden steeds onderbouwd met het argument van veiligheid. Dat zou een aanvaardbaar argument zijn, ook voor mij, als het waar was. In een democratische rechtsstaat is het volstrekt acceptabel een beetje privacy op te geven voor meer veiligheid, ja. Maar de bewijzen voor de effectiviteit van de ongebreidelde gegevensopslag zijn buitengewoon dun. De grote terreuraanslagen vonden plaats, ondanks het grootscheeps monitoren van alle reisbewegingen, banktransacties en communicatie per telefoon of internet. De daders waren in alle gevallen bekend bij de veiligheidsdiensten. En voor de inmiddels vernietigde richtlijn bewaarplicht zijn de lidstaten tot op de dag van vandaag de bewijzen schuldig gebleven voor de noodzaak en effectiviteit van een dergelijke grootschalige opslag van gegevens van alle gebruikers zonder onderscheid. Je zou toch zeggen dat als die bewaarplicht zo verschrikkelijk noodzakelijk is, dat de lidstaten daar na zoveel jaar, na 8 jaar, inmiddels wel iets van aanwijzingen op zijn minst voor zouden kunnen aanleveren. En ze hebben het gewoon simpelweg niet gedaan. Het is dus onduidelijk of en hoe onze wereld veiliger is geworden door de hand over hand toenemende vergaring van persoonsgegevens op onvoorstelbare schaal. Niet alleen onze eigen overheid, maar ook die van talloze andere landen hebben vrijwel onbeperkt toegang tot onze gegevens zonder toetsing van de rechter. Het ongebreideld bespieden van mensen en het opslaan en registreren van elk minuscuul intiem detail van hun leven is een onaanvaardbare aantasting van onze vrijheid, waarbij de opbrengst in termen van veiligheid twijfelachtig is. En in de 20e eeuw zijn er talloze voorbeelden op ons eigen continent van overheden die onder het mom van veiligheid de vrijheid van burgers op grove wijze inperkten en de informatie over burgers gebruikten tegen die burgers zelf, in plaats van tegen externe vijanden. Vrijheid is hard bevochten door onze voorouders. Het recht op privacy, recht op een persoonlijke levenssfeer, is een essentieel onderdeel van die vrijheid. En jaarlijks staan we op 4 en 5 mei stil bij die vrijheid, die door de generaties voor ons zo hard bevochten is. We zijn het aan hen verplicht die vrijheid te koesteren. En dat geldt dus ook voor de bescherming van de privacy. En we kunnen niet geloofwaardig spreken over bevrijding en vrijheid als we tegelijkertijd een wezenlijk onderdeel daarvan aantasten. We mogen privacy niet verkwanselen. Het beschermen van privacy is geen luxe hobby, het raakt aan de essentie. Onze vrijheid, dat hoogste goed. Privacy mag niet langer wisselgeld zijn. We hebben de morele plicht de volgende generaties een wereld na te laten waarin zij in dezelfde vrijheid kunnen leven als wij. Zodat nog vele generaties na ons op 5 mei reden hebben om de vrijheid te vieren. Dank u wel. Mevrouw in het veld, dank u voor uw bijdrage. U heeft er geen duidelijkheid over laten bestaan wat uw standpunt is. En dat geeft, denk ik, zometeen ook heel veel voeding aan een interessant debat. Ik dank u daarvoor en wil nu graag mevrouw Van Ginkel uitnodigen om haar bijdrage te geven. Het was 1975 en ik was 4 jaar oud. We woonden in Den Haag, dichtbij Delft, en mijn ouders boden in hun huis woonruimte aan een jonge Tsjechoslowaakse wateringenieur die via een NUFIC-programma de kans kreeg een postdoc-opleiding te volgen in Delft. Een bijzondere uitwisseling, want de Praagse lente was tenslotte niet zo lang geleden.
En hoewel Zdenek Bartak zich amper tegenover mijn ouders durfde te uiten over de onderdrukking waar hij in zijn moederland mee te maken had, en hij waarschijnlijk enkel deze uitwisselingskans had gekregen omdat hij weinig kritisch was, hielp hij toch mijn ouders herinneren op 20 augustus aan het feit dat het die dag 7 jaar geleden was dat de Praagse lente bloedig was neergeslagen. Een paar jaar later kreeg een collega van hem de kans gebruik te maken van dit uitwisselingsprogramma en ook hij verbleef bij mijn ouders. Olda had minder moeite met kritiek op het regime en was een stuk opstandiger. Toch vond mijn moeder pas na zijn verblijf onder de rieten matten in zijn kamer oppositiekrantjes. Ook hij was dus bang dat zijn opstandige ideeën aan het licht zouden komen en wellicht zelfs door mijn ouders doorgebriefd zouden worden aan Tsjechoslowaakse autoriteiten. Bijna 40 jaar later bezoekt Zdenek, onze eerste bezoeker, met zijn vrouw ons land en mijn moeder heeft altijd contact met hem gehouden. En ik kon hem vertellen dat ik deze presentatie aan hem zou opdragen, omdat hij en zijn collega mij zo jong als ik was de ogen openden voor wat vrijheid en vooral het gebrek daaraan betekent. Wat het betekent wanneer door angst ingegeven iemand niet vrij voor zijn mening kan uitkomen. Omdat onder het mom van veiligheid de staat heeft besloten dat dat een ontwrichtende werking op de samenleving heeft. Dit voorbeeld is veelzeggend en sluit aan bij het thema van dit panel. In de inleidende notitie die door de organisatoren werd opgesteld, werd ons voorgehouden dat er sprake is van een dilemma tussen veiligheid en vrijheid. En dat je voor veiligheid nou eenmaal vrijheid moet inleveren. In het geval van privacy zou absolute transparantie en openbaarheid zonder uitzondering dan maar het wisselgeld voor deze veiligheid moeten zijn. Dat geldt dan overigens vooral voor burgers, maar meestal niet voor overheidshandelen. En als dit zo zou gelden, dan zetten we hiermee wel de belangrijkste democratische rechtsstaatsbeginselen zonder pardon bij het grof vuil. En het was niet zo dat we die veiligheidsmaatregelen, allemaal moesten nemen om die verworven rechten als de democratische rechtsstaat juist te beschermen. Ik vrees echter dat er ook in Nederland sinds 2001 dat we op een glijdende schaal terecht zijn gekomen. Overal hangen camera's in openbare ruimtes. Er vindt registratie van allerlei metadata betreffende ons internet- en telefoonverkeer plaats, ook al heeft het Europese Hof daar eigenlijk een streep door gezet. Nummerborden worden geregistreerd en vliegen zonder dat ze eerst je doopsel lichten kun je wel vergeten. En dat terwijl dit de principemaatregelen zijn die toegepast kunnen worden zonder dat iemand ook maar ergens van verdacht is. Als er wel een bepaalde verdenking is of een vermoeden van betrokkenheid bij bepaalde activiteiten, heeft de overheid, politie of inlichtingendiensten natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Informatie wordt steeds eerder verworven, in een steeds eerder stadium verworven en steeds vaker met verschillende agentschappen of andere overheden gedeeld, zonder dat daar goede controle op bestaat. Ja, natuurlijk. Allemaal in het kader van onze veiligheid. Maar als je het mij vraagt, niet allemaal noodzakelijk en zeker niet proportioneel. Ik heb dan ook grote bezwaren tegen deze trend überhaupt, maar ook tegen de stelling dat er sprake zou zijn van een dilemma tussen vrijheid en veiligheid. En wel om 2 principiële redenen. Het internationale mensenrechtensysteem, opgesteld na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, kent een systeem waarin gebakken zit dat een overheid ook onder grote druk zijn taak op bewaken van die democratische rechtsstaat en de veiligheid moet kunnen vervullen. Zonder daarmee de fundamentele beginselen aan de kant te schuiven. Voor die gevallen biedt het mensenrechtensysteem gecontroleerd en dus niet absoluut of ongelimiteerd de mogelijkheid inperkingen of zelfs tijdelijke opschorting van onze vrijheidsrechten in te stellen, zonder dat we deze ook daadwerkelijk hoeven te schenden. De staat kan dan, mits vooraf in een wet geregeld en voor een bepaald legitiem doel, zoals bijvoorbeeld nationale veiligheid, proportioneel en zonder en voor zover noodzakelijk in een democratische rechtsstaat ook privacyrechten opschorten. En in deze juridische constructie zit een afweging van belangen, die eventueel zelfs door een rechter getoetst kan worden. Als de overheid dus binnen deze kaders handelt, is er geen sprake van een dilemma, maar zijn vrijheid en veiligheid onderdeel van dezelfde opdracht aan de overheid.
Ze moeten zich hier dan wel allemaal aan houden, uiteraard. Tweede punt. Morgen vertrek ik naar Nairobi, waar de situatie momenteel ernstig is. Er is een enorme polarisatie in de samenleving. De overheid is bezig met een soort razzia's van burgers met een Somalische achtergrond, zonder dat die echt al aanwijsbaar ergens bij betrokken zijn. Ze doen dit bovendien door ook de handelingsvrijheid van NGO's en media enorm te beknotten. Tuurlijk, er is een reëel gevaar van terroristische aanslag en dit weekend hebben we daar weer het een en ander over gehoord. De overheid, zou je kunnen zeggen, heeft dus met recht reden om bepaalde rechten in te beperken. Maar ook dan, nog afgezien van de legaliteits- en legitimiteitsvereisten waaraan dergelijk handelen moet voldoen, zullen we met partijen moeten trachten te praten over het belang van het begrip human security. Dit begrip gaat voorbij aan een enkelvoudig en puur vanuit het staatsbelang ingevuld begrip van veiligheid, maar behelst tevens respect voor mensenrechten en economische ontwikkeling en gaat daarbij uit van een zogenoemde people-centric benadering in plaats van een state-centric benadering. Dit is van belang omdat het bij effectieve terrorismebestrijding ook om preventie gaat en je daarbij juist meerdere partijen een rol moet laten spelen. Dat wil dus ook zeggen NGO's, maar ook de media, die dus niet gebaat zijn bij het inkorten van hun vrijheden in het kader van het tegengaan van terroristisch gevaar. Immers, als we denken over preventie, gaat het juist om ook het bieden van economische kansen voor jongeren die anders uitzichtloos in sloppenwijken wonen, geen kans op werk, geen kans op een goede opleiding en enkel door corruptie mogelijk een baantje kunnen krijgen. Als je werkelijk geen cent hebt, dan ben je een makkelijk slachtoffer voor recruiters die dan ook regelmatig zich in dit soort sloppenwijken bevinden en trachten de jongeren onder valse voorwendselen een baantje aan te bieden, want ze zijn tenslotte sterk en ze kunnen iets betekenen en dus iets maken van hun leven. Als je leven zo uitzichtloos is, dan kan ik me voorstellen dat je daar op een zeker moment voor zwicht. En dan hebben we het nog niet eens voor de religieuze motivering die daar pas vaak later achterkomt. NGO's kunnen in dit soort gevallen natuurlijk heel goed dit soort problemen ondervangen. En ze hebben een andere rol dan een overheid. Want de voetbalcoach in een sloppenwijk heeft voor dat soort jongetjes veel meer geloofwaardigheid en wordt meer gezien dan een held dan wanneer er een overheidsfunctionaris komt en zegt: jongens, als je je met dit soort recruiters inlaat, dan zwaait er wat. Die voetbalcoach is hun held, die zullen ze wel geloven. Kortom, het inperken van vrijheden van NGO's en media die het overheidshandelen bekritiseren, werkt averechts. En ook hieruit blijkt dat je dus niet moet spreken van een dilemma, maar van complementaire begrippen die met elkaar in balans moeten zijn. Het is dus de vraag welke instrumenten wanneer en door wie het beste ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld radicalisering naar gewelddadig terrorisme tegen te gaan. Repressieve of vrijheidsbeperkende maatregelen zullen altijd het ultimum remedium zijn. Die zet je dus zo laat mogelijk in en op een manier die zo min mogelijk als doel heeft om de vrijheid te beperken. En als je dat al doet, dan moet je dat op een verantwoorde wijze doen. Volgens het mensenrechtensysteem gaf ik al aan dat een dergelijke inperking geoorloofd kan zijn. Maar daarbij moet wel in ogenschouw worden gehouden dat een wet die een dergelijke inperking op privacyrechten ook mogelijk maakt, voldoet ook aan de beginselen van behoorlijke wetgeving of regelgeving. En tot die beginselen behoren het beginsel van gelijkheid, het beginsel van een behoorlijke motivering en tevens het noodzakelijkheidsbeginsel en het beginsel van uitvoerbaarheid. En met deze laatste twee lijkt zeker in het kader van privacybescherming in het bijzonder iets aan de hand te zijn. Door de al maar toenemende technische mogelijkheden zijn de mogelijkheden voor overheden eindeloos toegenomen om achter onze fysieke of digitale voordeur te kijken. En met de constante dreiging van gewelddadig extremisme en de wetenschap dat het internet door terroristen wordt gebruikt om een extremistische boodschap de wereld in te sturen, te recruteren of zelfs aanslagen voor te bereiden, is het logisch dat de overheid die technische middelen wil inzetten om dit te voorkomen.
Maar dit alles kan dus alleen binnen het kader van de wet en in overeenstemming met mensenrechtenbeginselen. En die wet dient dan bovendien te voldoen aan die beginselen van behoorlijke wetgeving, zoals het genoemde noodzakelijkheidsbeginsel en het beginsel van uitvoerbaarheid. Ten aanzien van dat laatste punt, u zult wel denken, met die technische mogelijkheden zit het met die uitvoerbaarheid wel goed. Maar zo simpel is het niet. De overheid moet bij een wet motiveren welk doel men beoogt te bereiken met deze maatregelen. Wel, terrorisme bestrijden, zult u denken. Maar dat is wel erg makkelijk en breed en langzamerhand een soort vergaarbak voor allerlei bevoegdheden. Het zal dus specifieker moeten en bovendien moet aangetoond worden dat die maatregel noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Er kan dan geen sprake meer zijn van eventueel andere, minder ingrijpende maatregelen en de maatregel moet dan bovendien proportioneel worden toegepast. In de praktijk, zo heeft Snowden bovendien met de NSA-onthullingen aangetoond, lijkt eerder de stelregel te gelden dat als je technisch in staat bent om bepaalde gegevens te achterhalen en te analyseren, dat je dan wel stom moet zijn om dat niet te doen. Behalve dat het risico bestaat dat er buiten alle wettelijke kaders om van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, is het tevens de vraag of het wel zo zinnig is. Met al die extra data maak je tenslotte de spreekwoordelijke hooiberg wel erg groot. Zo kunnen instanties door de vele digitale voetsporen die wij in ons dagelijks leven achterhalen, wel makkelijk profielen opstellen van ons gedrag en onze interesses en voorkeuren en contacten. Ben je daarmee dan ook meteen verdacht? Zo kunnen tegenwoordig instanties door allerlei algoritmes los te laten op big data berichten op social media deze gegevens analyseren. En wordt er bijvoorbeeld verzocht naar bepaalde verbanden. Dit kan zelfs leiden tot het opstellen van deze profielen. En zo vertelde iemand mij laatst dat een dergelijk onderzoek in Pakistan uitwees dat iedere keer dat als een bij het volk geliefde imam zich kritisch uitsprak over gewelddadig politieoptreden, door bijvoorbeeld een bericht te sturen over het ongeluk dat een jongen door politiegeweld om het leven was gekomen en dat hij met de familie meeleefde, dat er dat dan altijd 4 dagen later uitmondde in rellen, gewelddadig, heftig, en die dan vervolgens weer neergeslagen werden door de politie. Met deze wetenschap van dit verband zou je kunnen denken, politie kan dan zich mooi voorbereiden en prepareren om te zorgen dat die rellen niet zo uit de hand lopen. Maar ik vrees dat het risico wat in dit geval bestaat, dat deze imam eerder zijn mond gesnoerd zal worden, ook al riep hij helemaal niet op tot geweld. En als het enkel daarmee blijft, dan mag je van geluk spreken, want het kan ook nog erger. Het gevaar schuilt ook in het feit dat er, hoewel er steeds meer kan, onvoldoende aandacht gegeven wordt aan de bezwaren van de mogelijkheden en met name de twijfels ten aanzien van betrouwbaarheid van gegevens. Bij zogenoemde SOCMINT-analyse, u zult denken SOCMINT, maar dat is Social Media Intelligence, is de vraag of databerichten representatief zijn. En kan je wel op basis van de analyse iets zeggen over een hele groep? Of zit er veel desinformatie tussen? Hoe ga je dat controleren? Er kan zelfs sprake zijn van opzettelijke misleiding of fake accounts tenslotte. Taalgebruik is bovendien heel anders op social media dan in het gewone dagelijkse leven. De vraag is ook wie bepaalt dat de veiligheid zodanig in het geding is dat dit soort analyses toegestaan moeten worden. En is bij bepaalde digitale surveillance sprake van een gerichte actie of een blanco check? Tot slot, met alles wat tegenwoordig technisch mogelijk is, begint het erop te lijken dat wie om privacy geeft, daar eerst zelf allerlei technische voorzorgsmaatregelen voor moet nemen. En ja, natuurlijk, doen we er zelf flink aan mee en zijn we de hele dag als hele maatschappij langzamerhand enigszins exhibitionistisch geworden. Maar in elk geval is het van het grootste belang dat we voorkomen dat privacy straks niet alleen maar nog meer iets is voor de elite. Dank u wel. Mevrouw van Ginkel, dank u wel voor uw bijdrage. Ook een behoorlijke kritische noot, als ik het zo mag zeggen. U heeft een aantal beginselen uiteengezet waaraan informatievergaring zou moeten voldoen.
U heeft door de conclusie min of meer getrokken dat dat misschien wel niet altijd zo is. En u heeft naar mijn idee ook terecht aandacht gevraagd voor het begrip human security. Wat moet je doen in die sloppenwijken om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden en over kunnen gaan tot geweld? Ik dank u voor uw bijdrage. Ook weer veel aanleiding tot verdere gedachten. En ik ben er zeker van dat er ook vragen over komen. Schout bij nacht bindt. Aan u is de taak, misschien wel, ik weet niet of dat een tegengeluid gaat worden, maar om een zekere nuance aan te brengen in het debat. Ik ben erg benieuwd naar uw bijdrage en geef graag het woord aan u. Dank u wel. Ik ben de directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Dus dat wat ik ga zeggen, kunt u in die context plaatsen. Vandaag vieren we 69 jaar vrijheid in Nederland. Vrijheid. Voor velen van u zijn vrede, veiligheid en welvaart vanzelfsprekend. Dat is het niet. Vraag dat maar aan iemand die de oorlog heeft meegemaakt en misschien wel naast u zit. En kijk vandaag ook verder dan Wageningen. Bijvoorbeeld naar Nigeria, Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Soedan, Zuid-Soedan, Afghanistan, Somalië, de Sahel en nog dichter bij huis de Oekraïne en Syrië. En we hebben ook nieuwe onzichtbare dreigingen, terrorisme en cyberaanvallen. Ik wil je niet bang maken, integendeel. Wat ik wil zeggen is dat vrijheid een kostbaar bezit is. Een bezit dat je moet koesteren en beschermen. Daarom hebben we ook een krijgsmacht. Om die vrijheid te verdedigen, om samen met onze bondgenoten op te komen voor vrede en rechtvaardigheid op andere plaatsen in de wereld. Daarom hebben we ook een militaire inlichtingendienst. En die is ervoor om vooruitziend vermogen te creëren, om dreigingen, potentiële conflicten en terroristische aanslagen tijdig te kunnen onderkennen, zodat we die kunnen verhinderen, maar ook binnen conflicten onze mensen zo veilig en effectief als mogelijk in te zetten. Inlichtingen zijn dus belangrijk. En om dat te illustreren, neem ik u eerst mee terug naar de Tweede Wereldoorlog. Zonder twijfel was die Tweede Wereldoorlog had langer geduurd zonder de Government Code and Cipher School in Bletchley Park. Dat was een zeer geheime afdeling van de Britse inlichtingendiensten. En in 1941 slaagden zij erin om de Duitse code Enigma te breken in samenwerking met partnerdiensten. Vanaf dat moment konden de geallieerden niet alleen de Duitse communicatie onderscheppen, maar ook ontcijferen. Op die manier luisterden de geallieerden in het geheim met de Duitsers mee. Konden zij voorzien wat de vijand van plan was en tegenmaatregelen nemen. Essentieel was hierbij geheimhouding, die zelfs tot na 1974 voortduurde. Het was vermoedelijk de strengst beveiligde inlichtingoperatie ooit. Immers, als de Duitsers het idee hadden dat hun code gekraakt was, dan zouden zij onmiddellijk ingegrepen hebben en was deze onschatbare bron van informatie verloren gegaan. Dan had de oorlog waarschijnlijk langer geduurd en waren er nog meer slachtoffers gevallen. Voor mij is dit een treffende illustratie dat inlichtingen en geheimhouding hand in hand gaan. Inlichtingen waren toen van levensbelang en zijn dat nu nog steeds. Door tijdig inlichtingen te verstrekken kunnen we militaire missies met succes voorbereiden en uitvoeren. Ook in het kader van de human factors. We ondersteunen de 3D-aanpak. Defense, development en diplomacy. En ook mensenlevens redden. In Afghanistan bijvoorbeeld spoorden we tijdig bommenmakers, bommenleggers en hinderlagen op, zodat de commandant ter plekke maatregelen kon treffen. Inlichtingendiensten gaan over het weerbericht, commandanten gaan over de paraplu of de kaplaarzen. Op dit moment staan inlichtingen sterk in de belangstelling door de uitlatingen van de heer Snowden over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. U heeft daar ongetwijfeld over gelezen en op tv iets over gezien. Hierdoor is privacy in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Want hoe ver gaan we bij het verzamelen van inlichtingen met een beroep op het beschermen van onze veiligheid, vrijheid en welvaart?
Dat is de kern van de discussie die we nu voeren in de media en in het parlement. Het gevoel overheerst dat de inlichting- en veiligheidsdiensten onbeperkt gegevens verzamelen van burgers, hen volgen en hun privacy schenden. In plaats van het gevoel dat inlichting- en veiligheidsdiensten bescherming bieden, ervaren velen ons werk als een bedreiging. En ik begrijp dat ook wel, omdat het werk van de diensten niet in de openbaarheid plaatsvindt en we niet kunnen vertellen wat we doen, hoe we dat doen en wat we weten. Dat levert per definitie een spanningsveld op tussen veiligheid, geheimhouding en privacy. Ik vind dat niet erg, want dat houdt ons scherp. Daarom ben ik ook blij met het thema van vandaag. Meer veiligheid, minder vrijheid. Met de vraag of privacy het wisselgeld is. Het brengt die spanning prikkelend onder woorden. En het is actueler dan ooit. We leven in een complexe wereld die steeds kleiner en steeds sneller lijkt te worden. Met heel veel kansen, maar ook met dreigingen. Traditionele en nieuwe. Met ongekende technologische mogelijkheden die ten goede kunnen worden gebruikt, maar ook veel schade kunnen aanrichten in de handen van kwaadwillenden. Een voorbeeld: met uw smartphone heeft u de wereld in uw handen. U bent verbonden met uw huis, uw bedrijf, uw vrienden. U kijkt naar de andere kant van de wereld, ziet en hoort wat daar gebeurt en levert daar commentaar op. Maar niet alleen u kunt en doet dat. Ook mensen die het minder goed met ons voor hebben. Met een telefoon is het mogelijk om op afstand een bermbom te laten ontploffen of een cyberaanval te starten die vitale onderdelen van een samenleving platlegt. Tegenstanders zijn in staat geheim met elkaar te communiceren op communicatiekanalen die u en ik ook gebruiken. Stelt u zich voor dat u nergens meer kunt betalen met uw pinpas, omdat betaalautomaten zijn gehackt, dat de unieke informatie uit uw bedrijf wordt gestolen, de elektriciteit uitvalt of dat het communicatiesysteem van een commandant midden in een militaire operatie wordt platgelegd door een cyberaanval. En hij heeft daar op grote afstand van Nederland niet veel alternatieven om op terug te vallen, dan heeft hij een enorme uitdaging. Dit zijn reële dreigingen waar we als samenleving en als krijgsmacht mee te maken hebben. En die wij als inlichting- en veiligheidsdiensten tijdig moeten opsporen. Daarvoor hebben we wel ruimte nodig. Hoeveel ruimte? Hoe ver mogen we gaan om onze veiligheid en vrijheid te beschermen? Zijn er grenzen aan te stellen? Ik beklemtoon dat het niet om onbeperkte ruimte gaat. Ook ik hecht aan mijn privacy en wil niet dat iemand mijn gesprekken afluistert, mijn e-mails leest of dat zonder noodzaak bij andere burgers doet. En ik kan u geruststellen, dat doen wij ook niet. Inbreuk op privacy is een bijzonder zwaar middel, omdat het een fundamenteel grondrecht raakt. Daarom gelden er strenge wettelijke voorwaarden en is er gelukkig een onafhankelijke commissie die hierop toeziet. Gelukkig moeten wij verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer in het openbaar en via de commissie stiekem. Gelukkig houden de media en volksvertegenwoordigers ons continu bij de les. En die onbeperkte ruimte die is ook niet nodig. Want meer veiligheid gaat niet ten koste van vrijheid of van uw privacy. Privacy is geen wisselgeld. We leven inderdaad in een complexe, onzekere en snel veranderende wereld die steeds kleiner wordt. In die wereld moeten we onze huidige veiligheid tenminste handhaven zonder vrijheid en privacy aan te tasten. En dat kan. Door wetgeving die de inlichtingendiensten voldoende bevoegdheden geeft en tegelijkertijd zorgt voor de bescherming van de privacy. Laat ik een tipje van de sluier oplichten hoe dat werkt. Wij doen nooit zomaar onderzoek naar iets of iemand. We gaan pas op onderzoek als we daarvoor een goedgekeurde opdracht hebben. Die zijn nagenoeg allemaal op het buitenland gericht. En we werken daar zoveel mogelijk met middelen die ook u kunt gebruiken. Openbare informatie. En pas als we niet verder komen en echt geen ander onderzoeksmiddel is om benodigde informatie boven tafel te krijgen, gebruiken we die bijzondere bevoegdheden.
Daarvoor moet eerst de minister toestemming geven, nadat we de noodzaak, proportionaliteit en een argumentatie waarom er geen lichter middel mogelijk is aan haar hebben voorgelegd. En we stoppen ermee zodra het doel is bereikt, de dreiging er niet meer is. Dat is één voorbeeld en er zijn er meer. De wet schrijft ons namelijk nauwkeurig voor aan welke regels we ons moeten houden. Daarop worden we ook gecontroleerd door die onafhankelijke commissie. Die wet moet natuurlijk wel bij de tijd zijn. Daarom wordt bekeken of er geen reden is om de wet aan te passen. Bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe technologie. Ik zal u nog een voorbeeld geven. In 2002, toen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten in werking trad, ging vrijwel alle lange afstand communicatie door de lucht. Dat was ook de reden waarom de diensten toestemming kregen om dat te intercepteren. Die communicatie gaat ondertussen bijna allemaal ondergronds, via de kabel. Daar mogen en kunnen we niet kijken, zoals bij communicatie door de lucht wel het geval is. Dat maakt ons kwetsbaar voor dreigingen, omdat we niet tijdig kunnen zien wat tegenstanders van plan zijn. En dat is wel essentieel, want uiteindelijk gaat het om onze vrijheid, onze veiligheid, om de bescherming van onze troepen, om het belang van Nederland, net als in de Tweede Wereldoorlog. Voor die vrijheid, voor die veiligheid werken de inlichtingendiensten met behoud van uw privacy. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bint. U heeft gezegd dat geheimhouding, veiligheid en privacy niet met elkaar in tegenspraak zijn en dat er wettelijke waarborgen zijn om dat in goede banen te leiden. Dat staat misschien niet haaks, maar er is een zekere spanning met de beide eerdere inleiders. En dat belooft na de pauze, denk ik, een interessante discussie te worden. Ik wil u nu graag uitnodigen om een kopje koffie te drinken. We dienen exact over 27 minuten terug te zijn in deze zaal. We beginnen met het debat om 11:30 precies.